Waar wij ook wel behoefte aan hadden, was een betere online vindbaarheid. Wat zijn dan onderwerpen waar mensen het meest op zoeken? Dat was best spannend. Daar hebben we ook echt wel even met 5PM over gehad. Dat je ook geduld moet hebben. Leuk dat je kijkt naar deze video of luistert naar deze podcast. Hoe zetten merken en bedrijven online video en met name YouTube in? Daarover praat ik in de serie The Future of YouTube, die ik maak samen met mijn vrienden van Team 5PM. Team 5PM is het YouTube-bureau van Nederland. Ze helpen mij ook trouwens. Daarom heb ik zo'n tof kanaal, CVD-TV. Van harte welkom bij CVD-TV. Bij mij te gast Peter Hoytinga in deze aflevering van The Future of YouTube. En Peter is oprichter-eigenaar. Ben je eigenaar eigenlijk? Deels. Deels-eigenaar van Brandmeester. Welkom Peter. Dank je. Brandmeester, je schrijft brand en dan meester op zijn juridische. Op zijn juridisch, brand en mer schrijf je. Ja, brand en mer schrijf je. Wat doen jullie voor de mensen die dat nog niet weten? Wij geven juridisch advies en dat doen we door eigenlijk advocaten die tegen vaste prijs werken. Dus je hebt een geschil, je wordt ontslagen of je hebt ruzie met de buren, de aannemer heeft niet goed geleverd. Ja. Dan kunnen we je daarbij helpen en dat doen we door advocaat te bieden. En normaal rekenen advocaten altijd een uurtje factuurtje. Ja. En dat doen wij niet. Wij doen dat tegen vaste, voorspelbare prijs. Maakt het ook toegankelijker dan? Ja, zeker. Ja, en dat is ook eigenlijk het doel. We zagen dat heel veel mensen ook eigenlijk geen hulp zochten. Omdat het heel onzeker was waar uiteindelijk die eindrekening van die advocaat zou eindigen. Gemiddeld tarief is €225 in Nederland voor particulieren. En met name dan, los van het hoge uurtarief, is van waar eindigt de rekening? Ja, want het is P mal Q, hè? En de Q, dat is de open variabele. Dus de quantity is dat, hè? Ja, de quantity. Dus daarom, en die P was al hoog en die quantity onzeker. Dus heel veel mensen dachten, laat het dan maar aan me voorbij gaan. Maar jullie hebben dan een soort van productprijzen, moet ik het dan zo bijna zeggen? Ja, we hebben het ook het proces voorspelbaar proberen te maken, niet alleen de prijs. En dus we hebben het juridisch proces in 4 stappen verdeeld. De eerste stap is eigenlijk een online check. En daar vragen we uit om wat het probleem is. En we stellen daar nog wat vragen om de juiste advocaat aan jou te koppelen. Dat is ook een gratis stap, dat is niet betaald. Dan word je gekoppeld aan de advocaat, maak je een account aan en beschrijf je je zaak en kan je wat stukken uploaden. Dat is de eerste betaalde stap. Dan gaat onze advocaat je advies geven. Dat is altijd €139. Okay. En dan als we wat kunnen met de zaak en onze klant wil ook verder, dan kunnen we gaan onderhandelen. Dat is eigenlijk dan stap 3, de tweede betaalde stap, maar stap 3 in het proces. En als we erin onderhandelen met de andere partij niet uitkomen, dan is de laatste stap is procederen. En al die stappen zijn vast geprijsd. Okay. Advies is dus altijd €139. En onderhandelen en procederen, dat verschilt per rechtsgebied. Voor een arbeidszaak is dat bijvoorbeeld onderhandelen €849. En dan procederen €2395. Fixed price is dus. Fixed price. Zit alles ook in. Bij procederen ook Griffie bijvoorbeeld. Of als we een expertonderzoek moeten doen, dan zit dat er eigenlijk altijd in. Zometeen YouTube-strategie, daarover gaat het gesprek. Maar natuurlijk puur uit nieuwsgierigheid, dat betekent dat je op de ene, van jullie uitgezien, op de ene klus draai je dan wat meer marge dan de andere. Dat is daarom. Maar in die end, zekerheid voor die cliënt. Ja, dat is eigenlijk de kern van Brandmeester, dat de klant weet waar die aan toe is. Dus we bieden die zekerheid dat je altijd gewoon die vaste prijs hebt. En de kwaliteit ook van gewoon een advocaat. Ja, precies. Prettig, want het zijn de momenten waarin je al genoeg stress hebt dat je jullie nodig hebt. Natuurlijk. Nou, dat is precies het idee. Dat is ook eigenlijk de achterliggende idee van de naam Brandmeester. Hè. Wij proberen eigenlijk de boel weer een beetje onder controle. Die stress proberen we weer onder controle te krijgen. Door veel voorspelbaarheid te bieden op prijs en op proces. En maar wel met de kwaliteit van een hele goede advocaat. Jullie zijn redelijk recent met YouTube begonnen, maar even een stap daarvoor. Communicatie in het algemeen. Kun je iets vertellen wat jullie geleid heeft tot de YouTube-strategie? Wat deden jullie in de volle breedte? Of wat doen jullie? Ja, nou ja, Brandmeester bestaat natuurlijk nog maar 2 jaar. Ja. En een belangrijke doelstelling voor Brandmeester was naamsbekendheid en propositiebekendheid. Want we zijn ook een hele nieuwe propositie in die traditionele advocatenmarkt. En daardoor hebben wij ook wel in de eerste
jaar, zeg maar, hebben we 2 jaar hebben we in tv-reclame geïnvesteerd. Doe maar. Ja, dus we wilden ook snel die naamsbekendheid bouwen. En dat is ook heel effectief. TV is daarin ook een goed middel om naamsbekendheid te bouwen. Ja. In het tweede jaar zijn we daar een beetje radio naast gaan zetten. En wij merkten eigenlijk ook in het tweede jaar dat tv voor ons een steeds lastiger medium werd. Moeilijker of minder goed betaalbaar. Meer concurrentie. De grote budgetten van andere adverteerders. Er kwamen gokbedrijven bij natuurlijk. En dus het aanbod GRP's was nog maar beperkt. We kregen minder uitgeleverd. En de prijzen gingen omhoog. En dat was voor ons ook een moment in combinatie met eigenlijk ook een aantal behaalde doelstellingen. Want we zijn die eerste 2 jaar echt wel hard gegroeid in naamsbekendheid. Ja. Dat we dachten van nou, we kunnen op dit moment ook wel een stap maken. En radio hadden we dat was een goede toevoeging. En daar zijn we verder op doorgegaan, op radio. En daarnaast wilden we ook een visueel medium daarnaast. Want dat mis je eigenlijk door tv. En omdat wij met Brandmeester natuurlijk eigenlijk onze klanten ook online binnenhalen, zeg maar. Het is een online propositie. Want je komt, hebben jullie kantoor überhaupt? Ja, we hebben wel een kantoor. Maar daar komt de cliënt in principe niet. Nee. Dus je komt online. Dus het is ook wel heel logisch om uiteindelijk te gaan zoeken, zeg maar, online. En een visueel medium te kiezen. En ook eentje die ook sterk in verbinding staat met conversie. En zo zijn we eigenlijk ook op online video gekomen. En ook op YouTube. We deden al zelf wat campagnes op YouTube. Het ontbrak ons daar wel aan hele specifieke kennis. Dus we hebben gewoon veel gedaan, geprobeerd, getest en dat soort dingen. En van de online videokanalen haalden we ook de beste scores op YouTube. Dus vanuit die hoek dachten we, daar moeten we op verder. Want als we kijken naar de doelgroep, is die ook wat jonger dan zeg maar, een gemiddeld advocatenkantoor, zeg maar? Of wie is jullie doelgroep? Ja, onze doelgroep is heel breed hoor, toch wel, in leeftijd. Ja. Maar wat wij wel zien is dat die groep, jongere groep, en dan moet je met name denken aan, ik noem dan de jongere groep 25 tot 34. Ja. Voor iemand van 18 zijn dat alweer oudere mensen natuurlijk. Maar voor mij is dat de jonge doelgroep 25 tot 34. Ja. Daar zijn we wel heel relevant voor. Want ook als je naar de penetratiecijfers van rechtsbijstandverzekeringen gaat, wat een alternatief voor ons product zou zijn. Daar zie je dat die leeftijdsgroep, dat daar nog maar 23% een verzekering heeft ten opzichte van de markt totaal 50%. Is dat dus nog maar een hele kleine groep. Dus als die een geschil hebben, dan kunnen die zich nergens op beroepen. Die uurtje factuurtje advocaat is te duur. Ze hebben geen verzekering. Dus dan zijn wij een heel mooi, goed en betaalbaar alternatief voor die groep. Dus wij zijn eigenlijk voor die groep, voor die leeftijdsgroep, eigenlijk wel de meest relevante aanbieder. Ja, en dan zit je met YouTube natuurlijk spot on. Ja, zeker. 15, ja, zeker. Ja, ja. Hey, en even een zijstapje, als jullie dan je werk goed hebben gedaan, bied je daarna dan die verzekering aan ook? Of doe nee, je dat nee, niet? Nee, nee, nee. Nee, dat doen we niet. Nee, absoluut. Ja. En we zijn er ook van overtuigd dat dit juist de groep is die ook hier bewust voor kiest. Ja. Ze hebben al bewust gekozen om geen verzekering te nemen en dat risico te accepteren. Uh-huh. Nou, als je het naar een kans zou omrekenen, dan zou het ook eens in de 7 jaar zou je een keer een juridisch geschil kunnen hebben. Dus nou ja, dan zijn wij voordeliger, zeg maar. Ja, dan een continue verzekering. Ja, ja. YouTube had je wel wat dingetjes gedaan, dus je had al een eigen YouTube-kanaal en zo. En dus je had wel het een en ander geregeld soort van. Ja, eigen YouTube-kanaal is een groot woord hoor. We hebben eigenlijk zoals de veel adverteerders heel veel doorvertaald van de tv-campagne, wat kortere versies gemaakt en snaps van dingen uit de commercial gemaakt en dat ook als advertising of gewoon de commercial en of de 15 seconden versie letterlijk op YouTube gezet. Dus mocht geen naam hebben. Hoe confronterend was het om de eerste keer bij Team 5PM op bezoek te komen, zeg maar? Ja, confronterend, maar tegelijkertijd ook inspirerend, inderdaad. Hoe was dat?
Nou, omdat we natuurlijk ook bij 5PM begonnen met een vrij uitgebreide analysefase. Ja, en dan zachtjes uit stonden met uitgebreid. Stonden ook al die stoplichtjes op rood, of niet? Ja, precies. Ja. En dan de hoeveelheid slides. Dat bij de eerste drie de pagina's rode stoplichten en dan dat er nog 47 pagina's kwamen. Dan, zo vies van die gasten. Ja. Zo halen ze iedereen binnen. Ja, precies. Ja. Dus, hey, en wat zijn kun je de plannen beschrijven? Kun je zeg maar beschrijven wat jullie toen verzonnen hebben samen en waarom? Nou, kijk, we hebben waar wij met video mee begonnen. Je kan video natuurlijk op verschillende doelstellingen inzetten. En waar wij ook wel behoefte aan hadden, was een betere online vindbaarheid. SEO. We zijn ook een nieuw merk. Dus dat kost best wel tijd natuurlijk om ook je positie op te bouwen. Ja. En eigenlijk om die positie te versnellen. En zeker ook op een aantal zoekwoorden. Daar wilden we graag op inzetten. Want de meeste mensen en de meeste marketeers bij merken, die zullen nu denken van ja, maar waarom doe je dan niet gewoon een Google Ad campagne? Of ga je zeg maar op Google zitten? Maar jullie zien dus daarin ook juist een rol voor YouTube. Ja, op Google waren we eigenlijk al best wel veel bezig. We waren ook heel intensief bezig met het aanmoedigen van onze advocaten om blogs te schrijven. En dat heel erg te pushen ook. En op die manier ook heel veel relevante content te maken. Maar je ziet gewoon dat tempo op Google te stijgen, dat ging eigenlijk best wel langzaam. Mm-hmm. En je hebt ook referrals nodig. En dat kost gewoon tijd, zeg maar. En om daar nog eigenlijk een stap op te zetten, zagen we ook wel de kans voor YouTube. Ja. En om juist daar te beginnen bij die prioriteit. Ja. Ja. En toen, wat hebben jullie gedaan? Wat is daar uitgekomen uit die alarmerende sessies in het begin? Maar, een hele intensieve analyse wat we dan wel zouden moeten doen. En wat was dat? Dat was in ieder geval een analyse van een aantal onderwerpen die wij dan per rechtsgebied hebben. We hebben dat ook wel georganiseerd. Zo zoeken mensen ook. Iemand die ontslag, die gaat niet op een huis- en wonen advocaat zoeken. Dus we hebben heel erg per rechtsgebied gekeken. En dan binnen dat rechtsgebied eigenlijk nog verder vernauwd van wat zijn dan onderwerpen waar mensen het meest op zoeken? Waar is het meeste en het minste concurrentie? Wat zijn dan ook de meest relevante onderwerpen waar het meeste ook naar gekeken wordt? En op basis daarvan hebben we eigenlijk selecties gemaakt. Dus eigenlijk het eerste lange stuk wat we met 5PM gedaan hebben is vooral heel veel analyseren en kijken van selecties maken van wat zijn nou relevante onderwerpen en domeinen op te onderscheiden, zeg maar. Ja. En daar hebben we eigenlijk filmonderwerpen voor bedacht. En daar hebben we een concept, een creatief concept op gemaakt. En wat is dat creatief concept? Wat is daar? Nou, creatief is een groot woord, want het zijn toch wel echt wel. Dit is echt wel de how-to, zeg maar. De hele content. Ja, echt de hele informatieve content over het onderwerp. En wat we gedaan hebben is, wat we eigenlijk ook met de blogs deden, onze eigen mensen ingezet. Die eigenlijk het verhaal vertellen, het onderwerp uitleggen. En, kunnen ze dat? Nou, dat was best spannend. Daar hebben we ook echt wel even met 5PM over gehad. Want moet je daar nou een acteur voor zetten? Ja. Of moet je daar de eigen mensen? En ik wilde daar wel heel erg graag het risico nemen om eigen mensen in vanuit te zetten. Vanuit de merkpropositie? Of vanuit de merkwaarde ook? Ja, juist vanuit de merkwaarde. Ja. Omdat wij willen, naast voorspelbaar is persoonlijk ook heel erg belangrijk. Wij zijn wel een online, landt bij ons wel online, maar de dienstverlening is gewoon menselijk. Is gewoon iemand die jou gaat helpen. Dus, en dat is ook een hele goede professionele advocaat die wij dan ook graag willen laten zien. Dus we willen ook uit die anonimiteit van internet halen. Ja. En daarom vond ik het ook heel belangrijk dat zij zelf die video's gingen doen. Okay. En dat is goed gelukt. Laten we maar eens even eentje kijken ook. Dat lijkt me goed. We gaan er even eentje laten zien. Even een kort fragment uit het YouTube-kanaal van wat voor filmpjes we het over hebben. Heb je te maken met ontslag? Een aanschrijving van de gemeente? Of een keuken die niet is geleverd, maar wel is betaald? Wij zijn Brandmeester. Wij bieden juridische hulp aan tegen een vaste prijs en op een nieuwe manier in 4 heldere stappen.
We kunnen je helpen met vragen op verschillende thema's of rechtsgebieden, zoals dat heet. En we breiden steeds verder uit met nieuwe rechtsgebieden. Duidelijke how-to filmpjes. Waar staan, want hoe hebben jullie ze gemaakt, zeg maar even praktisch, productioneel gezien? Is dat allemaal door 5PM of had je zelf mensen? Ik bedoel, het waren je eigen mensen? Het waren de eigen mensen, ja. Maar we hebben met onze eigen mensen en 5PM samen de scripts geschreven. Omdat er natuurlijk een hele belangrijke inhoudelijke bijdrage is. Hè, want het gaat over juridische onderwerpen. Ja, dus de teksten waren echt wel scripted, zeg maar. Ja, die waren niet geïmproviseerd. Die waren echt scripted. Want de inhoudelijke content moet echt kloppen. Ja. En moet ook gewoon, moet gewoon goed zijn. Ja. Dus daar hebben we veel aandacht aan besteed. En dat hebben we ze hebben eigenlijk van die inhoudelijke informatie heeft 5PM goed lopende scripts gemaakt. Ja. En ook gezorgd dat het dus ook voor YouTube goede films worden, zeg maar. Mm-hmm. Met de doelstellingen die we hebben. En 5PM heeft verder ook de hele invulling van de film, eigenlijk de creatieve invulling gemaakt. Okay. En ook de productie. En dus, hoeveel heb je er nu gemaakt? We hebben er nu 11 gemaakt, waarvan eentje algemeen is. Die gaat over hoe brandmeester werkt, de 4 stappen die ik in het begin uitlegde. En we hebben nu 2 rechtsgebieden gedaan. Eentje rond werk en inkomen, dat zijn arbeidsgerelateerde zaken. Daar hebben we er 5 van gemaakt. En we hebben rond huis en wonen hebben we er ook 5 gemaakt. En ja, zo gaan we eigenlijk alle rechtsgebieden af. Ja. Consistentie en continuïteit, heb ik geleerd, is belangrijk bij YouTube. Hoe hebben jullie, want ik kan me voorstellen dat je die productie efficiënt doet en dat in zeg maar, een soort batch is gedaan. Ja. Hoe zit jullie publicatieschema? Heb je alles in één keer online gegooid? Nee, of, nee, dat was ook, dat was ook een afweging, zeg maar. Maar ook op advies van 5PM, dat het beter werkt om ze per week te publiceren. Dat doen we nu wekelijks. Publiceren we op woensdag een film. Ja. Wat we ook zien op YouTube is heel veel schreeuwerige thumbnails. Die zijn nogal belangrijk, want die bepalen of iemand op het videootje klikt. Ja. Ik heb daar al, ik met CVD probeer ik daar. Ik ga niet met gekke bekken. Dat vertik ik gewoon. Dan maar minder click-through. Ja. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan als het gaat om de thumbnail, de beschrijvingen? Is dat heel sensationeel, heel instrumenteel? Hebben jullie daar een stijl voor gekozen? Ja, we hebben daar wel een hele duidelijke stijl die ook wel heel erg aansluit bij gewoon ons merkbeeld, zeg maar. Ook gewoon de vormen, de kleuren. We hebben een hele karakteristieke illustratiestijl bijvoorbeeld die we combineren met onze eigen mensen. Ja. Dus dat is heel herkenbaar. En de hele opbouw van een thumbnail, daar heb ik ook veel over geleerd. Ja. Zo hè? Ja. Niet normaal. Ja. Hoe zijn de resultaten tot nu toe? Ja, goed. We zijn natuurlijk net begonnen. We hebben nu de eerste 5 video's gedaan. We hebben een voor onszelf wel al geëvalueerd, maar de eerste evaluatie met 5PM moet nog plaatsvinden. Dus dag des oordeels moet nog komen. Komt eraan. Ja, wij zijn wel heel tevreden. Wat zijn de KPI's op basis waarvan jij het al dan niet tevreden bent? Nou, kijk, ik zei al iets over de doelstelling rond vindbaarheid. Ja. Dus hoe kunnen we op bepaalde zoektermen een betere positie krijgen? Dus dat zal zeker een belangrijke KPI. Ja. En natuurlijk gewoon de prestaties van de video zelf in uitkijktijd en in aantallen views. Ja. Dus dat is ook belangrijk. Maar eigenlijk onze belangrijkste doelstelling is ook die zichtbaarheid en die vindbaarheid vooral. Zowel op YouTube als je op YouTube zoekt als Google. Als wel de video's terugzien in de Google resultaten. Ja, exact. Ja. Okay. En is het voor jullie van belang om het aantal abonnees hard te doen stijgen van het kanaal zelf? Ja, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Kijk, we hebben hier een keuze gemaakt. En net als met Google, en dat is ook wel iets wat ik met Brandmeester heb geleerd weer, zeg maar. Is dat je ook geduld moet hebben. Een merk bouwen, dat kost gewoon 5 tot 7 jaar sowieso voordat je daar serieus naar een volwassenheid gaat. En dat wist je eigenlijk al op bekendheid en bepaalde bekendheid met imago statements, dat je daar tijd voor moet nemen. Maar ook zeg maar de zichtbaarheid of de aanwezigheid online. Dat merk je dat ook gewoon veel meer
tijd kost, zeg maar. Dan, zeker als dan, je organische resultaten... Ja, wil, zeker. Nou, en dat, ja. dat is heel belangrijk. Want ja. dat is ook onze doel achter die bekendheid. Ja. Is dat wij minder afhankelijk zijn van onze paid resultaten. En dat we veel meer organisch of direct gevonden gaan worden. Hè. Dat is ook het model van Field en Binet of Binet en Field. Hè. Dat het investeren in de lange termijn merk, dat je dat op lange termijn je krijg ik je conversieresultaten verbeteren en goedkoper worden in cost per acquisition. Ja. Ja. Omdat je gewoon een sterker merk hebt. Ja. Maar beide kost heel veel tijd. Dus zowel je mentale aanwezigheid, zeg maar, dus je bekendheid, als ook gewoon fysiek in de online wereld aanwezig zijn op de juiste plekken. Ja. Dat kost tijd. Ja, wat zijn je lessons learned tot zover, zeg maar? Ja, de belangrijkste les was eigenlijk waar we net eigenlijk al een beetje om moesten lachen. Dat we toch op een zeer amateur niveau naar YouTube keken. Het is een vak, en het is echt een vak. Ja, ja dat is echt het is echt een aparte discipline en specialisme. Dat is echt wel iets en dat het ook nog erg onderschat wordt, denk ik. Ja. Ja. Dat is, ik bedoel, dat mag voor mij ook nog wel even zo blijven. Ja, wij ook. Ja. Ja. Het is geen aanmoediging voor dus concurrenten. We zetten deze video gewoon niet online. Dit clip eruit. Ja. Ja. Hey, en tot slot, wat zijn de plannen? Want je hebt nu dus een klein pakket. Hè? De eerste stappen zijn gezet, laat ik het zo maar zeggen, met helpcontent. Ja. Wat zijn je plannen naar de toekomst toe? Nou, de plannen naar de toekomst zijn wel van dat we nu eigenlijk YouTube vanuit een veel meer een conversiedoelstelling zijn begonnen. En we qua massamedia van tv, van een visueel medium naar een auditief medium zijn afgezakt, zou ik. Dat klinkt wat negatief. Nee, maar eigenlijk die brug, zeg maar, op wat meer visueel merkdoelstellingen. Daar zouden we op YouTube nog wel hierna nog wel een stap kunnen maken, zeg maar. Oké, dus wat campagneachtig. Wat meer campagneachtige. En denk je dan al, heb je dan al concrete beelden bij wat ik dan op jouw YouTube kanaal zou kunnen zien? Of is dat nog te pril? Dat is te pril. Maar ik zie daar zeker ook voor YouTube een kans om ook dat gat eigenlijk, dat gebrekken aan visualiteit, zeg maar. Ja. Om dat ook met YouTube in te vullen. Ja. Ik wens jou heel veel succes en ik hoop dat over een jaartje of zo dat alle stoplichtjes op groen staan bij Fire. Daarom. Ja. Ja, dat hoop ik ook. Heel veel succes en dankjewel voor je insights. Ja, En dankjewel voor het kijken. En als je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren naar deze video uit de serie The Future of YouTube die ik maak. En jullie hebben het in deze video gehoord. Het team van Team 5PM. Dankjewel voor het kijken. Hoi. We'll be right back.